Welkom iedereen hier op de Expo Universal Human Rights in de Dossin-kazerne. Universele mensenrechten klinkt misschien vaag en ver van ons bed, maar niets is minder waar. Mensenrechten hebben ervoor gezorgd dat onze ouders en grootouders gratis naar school konden, vooruit konden in het leven. Mensenrechten zorgen ervoor dat je zo goed als alles kan schrijven op Twitter en Facebook. Ze vormen de basis achter het idee dat een doktersbezoek voor iedereen betaalbaar moet zijn. Of dat je een zaak mag beginnen waar en met wie je maar wil. Of een vakbond, als dat meer jouw ding is. Kortom, mensenrechten zorgen ervoor dat we vandaag vrije en welvarende burgers zijn. Burgers die via vrije verkiezingen de regels van onze samenleving bepalen. Want vrijheid en mensenrechten betekenen niet dat je ongebreideld je zin mag doen. Echte vrijheid betekent dat jouw stem evenveel waard is als die van een ander, om zo samen onze maatschappij vorm te geven. Vandaag vinden we dat heel gewoon. Toch zijn mensenrechten niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze zijn een concept bedacht door enkele grote denkers uit de verlichting, zo'n 250 jaar geleden. Sindsdien hebben vele vrouwen en vele mannen zich ingezet om deze rechten ook af te dwingen. Ervoor te zorgen dat theorie realiteit werd. Elke keer weer hebben we stappen vooruitgezet. Steeds meer rechten voor steeds meer mensen. Van seinskiesrecht voor mannen naar algemeen stemrecht voor iedereen boven de 18 jaar. Van het afschaffen van kinderarbeid naar een gratis lager onderwijs tot betaalbaar hoger onderwijs. Vandaag is dit enorme werk niet af. Denk maar aan de strijd tegen discriminatie op vlak van geslacht, geaardheid, huidskleur of afkomst. Mensenrechten blijven beroeren. Blijven discussie en debat uitlokken. Deze expo is dan ook de perfecte gelegenheid om die discussie verder met elkaar te voeren. Ik ontdek graag met jullie de wonderwereld van mensenrechten. Gisteren, vandaag en morgen. Ik wens je veel plezier en vooral een goed debat met elkaar.